Ik denk een verdiende overwinning. Ja, dat denken wij ook. En ja, we zijn er wel heel erg blij mee. Ja, want hij was nodig. Aansluiting pakken, proberen. Ja, aansluiting. En ja, je ziet toch dat we onderin gewaagd aan elkaar zijn. En wij zitten wel in de stijgende lijn de laatste paar weken. Maar ja, je moet het toch altijd maar waarmaken zo voor de winst op. Ben je met je ploeg in de competitie aan het groeien? Ja, als je naar de uitslagen kijkt wel en naar de punten die we nu pakken. Ja, we hebben ook wel wat tegenslagen gehad de afgelopen wedstrijd dat het kwartje net de verkeerde kant op viel. Ja, en nu ja, valt hij wel de goede kant op, maar wel terecht denk ik vandaag. Je speelde tegen een ploeg die heel behoudend stond. Ja, ja, dat is toch 24 punten uit 14 wedstrijden. Dan verwacht je toch wel iets meer, maar misschien lag het ook wel aan de speelwijze van ons. De kwaliteit van ABS komt een beetje bovendrijven nu, hè? Ja, het is in ieder geval heel erg enthousiast en heel erg gedreven. En dat zie je ook in de trainingen terug. Dat zeg ik eigenlijk altijd al hoor, want die gasten werken er echt keihard voor. Ja, en het is natuurlijk mooi als het in een wedstrijd tot uiting komt. Bram Ros weer geweldige. Ja, groot talent en iemand die keihard werkt. En daar kunnen de meeste voorbeelden aan nemen. Ik heb goed nieuws voor je. Nu ben ik benieuwd. Ik heb net gevraagd of er interesse was van andere clubs. Wat denk je wat zijn antwoord was? Nee. En wat hij er nog meer bij zei? Hij wil graag bij ons blijven. Nee, daar ben ik hartstikke blij om, maar dat wist ik eigenlijk al hoor. Maar je bent niet bang dat... Nee, ja, bang. Ik hoop altijd voor alle spelers dat ze het maximale uit de carrière halen. Alleen, ik weet dat Bram heel graag bij HBS komt en wil blijven. En het is ook een echte HBS-jongen geworden. Dus ja, wij zijn alleen maar super trots op dat hij hier speelt. Wat draai je nu voor muziek in het kleedkamer, joh? Ja, maar dat is niet mijn show hoor. Dat is de vrolijke Kosterman. Oh, toch wel. Dat is wel mijn genre. Ik dacht dat het andere was. Ja, dit is de vrolijke Koster. Ik hoor het. Nee, dat is wel mijn genre. Ja? Ja, ja, af en toe na een wedstrijd dan wel. Nou, jij hebt de microfoon? Ja, die komt met de kerst wel. Nee, dankjewel. Ik sla hem even over. Fijne dagen. Hetzelfde. Bedankt.